bij de geschiedenis van de zeezenders. Live vanuit Hoek van Holland. Aangeboden door de Stichting Noordernij, Museum Rockhart en in samenwerking met offshoreradio.org. We beginnen met een nog niet eerder uitgezonden programma van Erik de Zwart. Het zou toen de tijd zijn debuut programma moeten zijn op Radio Miamico. Dus het eerste uur tussen 10 en 11 herinneringen aan Radio Miamico. Veel plezier deze dag met de geschiedenis van de zeezenders. Don't touch that dial. Rechtstreeks vanuit Museum Rock Art in Hoek van Holland. Een terugblik op de Nederlandse zeezenders. Erg vroeg in de morgen. Het is net 6 uur geweest. Goedemorgen, dames en heren. Dit is Radio Miamico op 319 meter, ofwel 962 kilohertz op de Middengolf. Vanuit Playa de Aro in Spanje, Gerona, is dit het programma Hallo, hier is Miamico. En vanmorgen staat een programma met achter de knoppen Rob Hudson en achter de microfoon Erik de Zwart. Prachtig mooi weer hier in de Hoek van Holland. We zijn bij Museum Rock Art, waar we vandaag geschiedenis van de zeezenders vieren. The Day the Music Died, 31 augustus, belangrijke datum in de zeezendergeschiedenis. Hi! Ik ben Edo Peters, ik heb aan boord gezeten van Radio Caroline en ook voor de twee Nederlandse services, Radio 508 en Radio 819 op de Middengolf. En dat was halverwege de jaren 80 tot vlak voor de inbeslagname in 89. En dat heb ik godzijdank niet meegemaakt, wel van een afstandje, ik ben er nog steeds boos over. Ik ga zo meteen daar zitten in zo'n historische studio, echt originele apparatuur allemaal. Het hangt met een spijker en soms met touwtjes aan elkaar, maar het gaat werken. Ik ga lekker een uurtje muziek maken en oude jingeltjes laten horen uit die periode. Maar vooral ook heel veel vertellen over hoe het was daar aan boord. Want het lijkt allemaal heel romantisch, dat was het voor een deel ook, maar het kon ook wel enorm eenzaam zijn en daar ga ik ook iets over vertellen. Onder leiding van George Kooijmans van The Earring, heerlijke plaat, in 1972. It's Gonna Be Alright van Smile met een lange ei. Overigens, de leadzanger die je hoorde was degene die ook later weer zijn stemgeluid leende als de John Lennon in Stars on 45. Zo, tot zover de etenswaardigheden. Mocht je misschien al zin hebben om te gaan lunchen, het is er inmiddels tijd voor. Wat ons betreft in ieder geval wel. We gaan vandaag een klein beetje in zout water roeren. Dat doen we met heel veel vinyl. En ik kan het niet bewijzen op de radio, maar ga er maar vanuit. Als ik hem nu stuk sla tegen de tafel, dan ben ik eigenlijk heel verdrietig, want ik ben ongelooflijk zuinig op die dingen. Radio is er door de eeuwen heen op verschillende manieren gemaakt. Het was een beetje houtje-touwtje soms. Ze zeiden aan boord, zeiden ze altijd van, joh, het maakt niet uit, moet je het met een spijker aansluiten, draaien moet het. En die discipline nam je ook maar voor waar aan. En dan dacht je, ja, leuk, ik ben discjockey of ik ben nieuwslezer op een zeezender. Nou, dan ga je dus eerst dekschrobben. Als je daarmee klaar bent, dan komt er een sloot zeewater overheen. En dan valt er ergens een vat olie om. Dan ga je dus dekschrobben. En als je met dekschrobben klaar bent, dan nodigt iemand je wel uit om de keuken schoon te maken. En als je daarmee klaar bent, dan krijg je de opdracht van Edo. Kun je dan misschien nu van een graspol een driegangig menu maken? Hoezo dan? Want je hebt kookdienst. Oh, gezellig. Nou goed, de eerste drie dagen aan boord was ik dus vooral bezig met niet radio maken. Maar het was wel erg leuk. Het was ook een soort van jongensboek. Ik was toen ik heel erg jong was al een keer aan boord van Veronica geweest. Met een marineschip mee van de kustwacht. En het was de eerste grote desillusie. Want ik dacht, daar zitten honderden mensen. Nou, daar zaten er wel geteld twee. En een hele hoop bandrecorders. En nou wil het toeval dat al die bandrecorders hier zo ongeveer binnen 5-6 meter van me vandaan staan. Dus ik bevind me in goed gezelschap. Het schept een band, zullen we maar zeggen. Eens even kijken. Ik ben op een gegeven ogenblik aan boord gestapt. In de veronderstelling dat ik voor de Nederlanders radioprogramma's ging maken. Nee, dat was niet zo. Want de Nederlanders die waren voldoende in getal. Ze zaten vooral omhoog bij Caroline. Ja, oké. Okay, nou, ga maar draaien dan. Hoezo dan? Nu in het Engels. Oké, nou, dat klonk ongeveer zo. Here's where we play all your favorite hits and all your favorite music. Hello. For the last hour between 11 and 12, this is Radio Caroline broadcasting live on 558, 819 and 6215 kilohertz. I'm going to thank Erwin van der Bleek, one of my Dutch colleagues. My name is Edo Peters.
And Dutch, I think the Crown and Chasin is something like Edo Peters. And this is Michael Jackson. You'll never make me stay, so take your... Tets is voor mij de beste audiocassette. Oordeel zelf, kies Tets Cassettes. Perfect voor opnemen van compact disc. Do, re, mi, fa, sol, la, si, Tets. Tets audiocassettes, wereldwijd vaak als beste beoordeeld, door bozen op de markt gebracht. Terug in de tijd, 8-9. Hoi, ik ben Hans Hogendoorn en straks ga ik een uurtje vullen hier in het museum Rockart. Nou, vullen, ik ga mijn best doen om leuke platen te draaien uit de jaren 71 tot 74. En te doen of het Radio Noordzee internationaal is. En dat is een mooi stukje muziek hier de hele dag in het Rockart Museum van 10 tot 8. Ja, nou ja, de baas ligt natuurlijk een beetje bij Radio Vrolijkaart. Dus steeds een beetje de laatste nasleep van 50 jaar Radio Veronica. Het is natuurlijk wel zo dat we altijd 31 augustus open zijn, ongeacht wat voor dag tot in lengte van jaren. Ja, vandaag komt natuurlijk Mia Miko voorbij, Radio 819, die draaien we nu. Edo Peters, Radio Noordzee, Monique, Mia Miko, Caroline, uiteraard Veronica. En de namen blijven maar komen vandaag. Hè. Dit is Dreammaster. Op de middengolf dus, daar zijn ze, 1395, 1584, 1224 en 1332. Tot 1 uur, veel leuke muziek uit de periode 1971-1974. Dankjewel Edo Peters, was een mooie uiteenzetting. En natuurlijk gebeurt er heel veel. Laten we maar zeggen dat het denkbeeldige schip de Mebo 2 is aangemeerd hier aan de steiger van Museum Rockart in Hoek van Holland. Een bootje langs hebben, een mooie rustige zaterdagavond. En zaterdag is nogal van de zon mogelijk voorbereid. Ik zocht naar Did I Blow Your Mind This Time? En op dat moment ontplofte er een machinekamer in een bommetje dat de mensen aan boord hadden gesmokkeld. Net als dit trouwens. Oh! Vond ik dat leuk? Nou, ook niet echt. Ieder uur moest je dat soort dingen weer doen. En in dit geval is het toch weer pure weemoed, hè? Dit is Radio Noordzee Internationaal aan de steiger van Museum Rockart in Hoek van Holland. Onze positie is 51 graden. Er wordt vandaag dag gevierd. Er wordt al zoveel herdacht. Het denken heeft altijd een beetje iets sombers. En we hebben deze 31 augustus nou eens een keer aangegeven. Op Veronica hebben we nou zo vaak gedaan. Zullen we ook blijven doen. Dat bleek ook leuk om vandaag wat anders te doen. Want er zijn natuurlijk veel meer mee. Veel meer schepen, collega's. En juist die periode genomen van ook een paar van zijn naam. The sound of a young Europe. Pensioenfondsen moeten meer geld reserveren dan werd aangenomen. Dat komt omdat de levensverwachting is toegenomen. Jongens die nu worden geboren worden gemiddeld 79 jaar, meisjes zelfs 83. Hierdoor zijn de pensioenfondsen later miljarden meer kwijt. Mijn naam is Ruud van Velsen. Ik presenteer zometeen tussen 1 en 2 een programma over Radio Monique. Wij zonden uit op 963 internationaal. En wij gaan wat programmafragmenten draaien uit de jaren 80. Ik heb daar zelf gewerkt. In 1986 heb ik 2 boordperiodes meegemaakt. En in 1987 nog 1 boordperiode. Dat was een relatief korte tijd, maar het was heel erg leuk om te doen. Een hele goede middag allemaal, ook van deze kant. Het komende uur een uurtje Radio Monique op 963 internationaal. Nou, de frequentie klopt dan niet helemaal.
Maar we gaan een uurtje gouden ouwe draaien. Wat muziek uit de jaren 80 natuurlijk. En we hebben verder ook nog een praatje met Nico Stevens. Een van de mensen die ook aan boord heeft gezeten bij de Ross Revent. Wat gaan we nog meer doen? Ferry Ede komt misschien nog even aanschuiven, zo tegen 2 uur. En we gaan beginnen met een gouden ouwe uit 1967 uit mijn hoofd. Nirvana en Rainbow Chaser. Je hebt hem al of nog niet? Oh, je moet hem nog even omdraaien. Nou, dat maakt allemaal niet uit. Het is even behelpen, maar dat moet allemaal kunnen. Wat hebben we nog meer? Ja, eventueel kunnen mensen nog reageren op info@rockart.nl als je nog iets wil vragen of wat dan ook. En dan moet het allemaal wel lukken. Jij bent er klaar voor? Nico, goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt veel langer dan ik aan boord gezeten van de Ross Revent. Je hebt ook nog een tijdje aan land gewerkt. Eerst aan land toch? Nee, eerst op zee. Okay. Heb ik het toch wel 8 maanden volgehouden. En toen ging mijn relatie bijna uit. En dan heb ik voor haar gekozen. En dan heb ik de lady op zee laten liggen. En toen ben ik aan land gegaan. En daar heb ik een ochtendshow aan land opgenomen. Ah, oké. Okay. Nou, dat is een wijze beslissing geweest dan, denk ik. Ja. We gaan eerst even een fragmentje beluisteren. En dan praten we even verder. Heeft u een nood? Bent u niet blij en gelukkig? Voelt u zich eenzaam, ellendig en ziek? Luister dan iedere morgen van 6:30 tot 7:00 en op zondagmorgen van 8 tot 9:00 naar evangelist Jan Maasbach over ditzelfde radiostation. Maasbach die zei dan wel eens, leg uw hand op de radio en u zult gezegend worden. Ja, met alle respect hoor. En ik heb gezegd van, als uw radio het niet doet, geef het dan een klap op. En ik weet het niet, maar ik had er heel raar mee gedaan. En gelukkig hebben ze het niet gehoord. Anders dan was ik ontslagen geweest. Okay, denk ik. Ja. Eigenlijk hebben ze iets van jammer dat we het fragment niet meer hebben. Ja. 963 Monique. De middengolf bruist weer. 963 AM. Radio Monique. Box 146. Playa de Aro, Spanje. Monique. Dus krachtig deze jaren 80. Monique staat er niet op. Ja, ik hoor ze nog. Oude zee. Oude lul. Nou. Wat dat ze je hebben toegelaten. Pas 65 zeker. Hey, goedemiddag. Fijn dat je er ook bent bij Rock Art. Vanmiddag de zeezenderdag. Ik ben Ferry Ede en ik heb in de tijd, periode 1977-1987, bij de zeezenders gewerkt. 2 verschillende organisaties, 3 verschillende zendschepen. Radio Miamigo vanaf de MV Miamigo in 1977-1978. Ik heb gezeten op de Magdalena in 1979, dus het tweede zendschip van Miamigo. En ik heb in 1985, 1986 bij Radio Monique gewerkt op de Ross Revent. Zometeen op deze radiodag ga ik het programma presenteren tussen 2 en 3 uur over Miamigo. In Hoek van Holland is het nu 18 graden. Dit is Ruud Poeser met het nieuws van 2 uur. Goedemiddag. Zo klonk het op 31 augustus 1978 en zo klinkt het op 31 augustus 2010 via internet en de diverse middengolfzenders. Ik heb ze hier op een rijtje staan. 215 meter, 1395 kHz, 189 meter, 1584 kHz. Ik geloof ook op de 245 meter, 1224 kHz en de 225, de 1332. Dat is een oude bekende voor me. Jongens. Wordt ook doorgeprikt op de FM, op FM 91.1 MHz. En 107.4. We hadden Jeff Wayne's musical version of The War of the World daar met het stemgeluid van Justin Hayward, zoals het hoort wat mij betreft. Fijn dat je erbij bent. De zeezenderdag vanuit Rock Art in Hoek van Holland. En wat is een uitzending van Miamigo zonder de sushiwafels? De sushiwafels, de sushiwafels. De sushiwafels, de sushiwafels. Deze de beste! Hallo, hier is Miamigo. Bonjour, ici mi amigo. Hello, this is mi amigo. 3, 2, 1.